En dan nu het verhaal van de moord op Leonora Johnson. Leonora Johnson is het meest geestige meisje in GTA. Gestorven op 23-jarige leeftijd dwaalt de geest hier rond op Mount Gordo. Voor iedereen die haar gezien heeft is het makkelijk te bedenken dat haar ex-man Jock Grantley iets te maken had met de dood van Leonora. Laten we beginnen op de website over de dood van Leonora. www.whokilledleonorajohnson.com. En het begint met het verhaal dat de wereld in 1975 schokte. Op 17 januari 1975 werd het verminkte lichaam van Leonora Johnson gevonden bij de Land Act Dam in Los Santos. De politie achtervolgde een anonieme tipgever over de moord en vond haar toen duidelijk bij de dam. Haar moordenaar is nooit gevonden. De eerste verdachte, zoals vaak het geval is, is de man of vrouw van de overlevende. In dit geval is dat Jock Grantley. Laten we kijken wat zijn verhaal is. Want ik geloof er niet in dat hij de moordenaar is. Heel veel YouTubers die gooien er gewoon uit en die zeggen, oh, zou het wel zijn. Maar nee, het verhaal gaat veel verder dan dat, jongens. Welkom bij het mysterie van Leonora Johnson. De eerste vraag die we onszelf moeten stellen is, wie is Jock Grantley? Hi, I'm Jock Grantley. Juist, dat is dus deze man die we allemaal wel kennen van de radiocommercials binnen GTA 5 en natuurlijk ook de tv-commercials. Hij en samen met een andere vrouw strijden voor governor. Maar voor het zover was, vroeger, toen, nou, zo'n 40 jaar geleden zo'n beetje, dat het afspeelt. GTA, die is natuurlijk uitgekomen in 2013, dit speelde zich af in 1975, is dit krantartikel uitgekomen vlak nadat, ja, dat het gebeurd was. En hierin vertelt Grantley dat hij beweert dat het een ongeluk was. En dat ze wel een ruzie hadden gehad dat hij graag acteur wou worden en stuntman. Net zoals wat hij eigenlijk in zijn promotievideo's allemaal vertelt. Maar dat zij dat niet wou. Zij wou blijven wonen in Blaine County. Dat maakt hem op zich wel verdacht. Hij heeft een alibi, maar bepaalde dingen, dat klopt niet. Want als we kijken naar dit krantartikel en wat andere YouTubers zeggen. Zij zeggen van, ja, ze hebben hem haar van de dam afgegooid. Dat kan nooit als ze bij de dam, of van de rots afgegooid. Dat kan nooit als ze bij de dam is gevonden. En daar kom ik straks op terug. Maar ja, zo zie je, er klopt iets niet. Jack die vertelt hierover het verhaal wat toen is gebeurd. Dat grote tragedie, groot verlies. En hij zou er altijd blijven missen. Misschien is hij hierdoor veranderd in een dik. Dat zegt hij ook in zijn reclame. Van stem op mij. In ieder geval bij mij weet je dat ik een klote viool ben. Dus ja. Maar goed, hierin vertelt hij dat. Dit stukje krantenknipsel heeft een heleboel YouTubers door Rockstar op de verkeerde been gezet. En ik ben blij dat ik nu het volledige verhaal met jullie kan delen. Want laten we even kijken wat we precies weten, jongens. Op deze pagina is handig terug te vinden wat de politie allemaal te weten is gekomen, jongens. Bijvoorbeeld autopsiefoto's, de kleine feitjes, de kleine dingetjes. Bijvoorbeeld, kijk even mee naar de foto van Leonora, jongens. Oké, ik som het even op. Ze is doodgevonden naast de Land Act Dam, dat weten we al. Haar handen zijn op de plaats van haar voeten geplaatst en haar voeten bij de handen. Kijk naar haar rug waar een ster op uitgekerfd is en er is een stuk uit de been gehaald. Tot dusver krijgt de familie verder naar haar dood nog gruwelijke souvenirs toegestuurd. Bijvoorbeeld laatst kregen ze nog de lippen van Leonora opgestuurd. En ook krijgen ze telefoontjes en mailtjes. Dus dit doet mij denken van, dit moet toch iemand zijn die heel graag aandacht wil. Wie in Los Santos wil nou aandacht? En dan ga je kijken op Social Club online van, wat mis ik, jongens? Wat mis ik? En ik heb het gevonden. Laat ik jullie vertellen wat ik heb gevonden. Op Social Club vond ik onder bij mijn statistieken vond ik de checklist tab. En daar vond ik informatie over scrap pieces. En ik ging weer onderzoeken wat kan dat te maken hebben met deze mysterie van Leonora. Dus ik ging weer terug naar de website.
Zoals je me hier ook ziet doen. En er was een update. En daar is daar beschreven... Big breakthrough. Confession letter confirmed. Ira Richard, dat is de zoon van de studiobaas... heeft verteld dat zijn vader ooit in een donkerbui heeft bekend... dat hij Leonora zou hebben vermoord. Maar om te zorgen dat die informatie verborgen is gebleven... heeft hij die informatie gewoon... die brief in stukken gescheurd en door heel Los Santos verplaatst in 50 stukjes. Dus ik heb besloten op zoek te gaan naar die stukjes informatie. En als je dan al dat informatie, al die stukjes bij elkaar hebt verzameld, dan krijg je een brief. En dat is de brief met de bekentenis. Ik zal hem even inzoomen voor jullie. Dus jongens, zetten we even op pauze als je de brief wil lezen. Hij bestaat uit 3 pagina's, maar hij vertelt je wie de dader is. En na het tonen van deze briefdelen gaan we uiteindelijk de missie spelen waarbij we de moordenaar zullen ontmoeten. Jongens, kijk maar mee. We gaan de missie samen met Franklin spelen, want je kan hem eigenlijk alleen maar spelen met Franklin. En jongens, ik wens je veel plezier naar het kijken van deze verborgen missie die je krijgt naar het ontrafelen van de moord op Leonora Johnson. Voor nu, bye bye. En ik zie je de volgende keer. Loco, out. I need a cab. On its way, sir. Thanks for calling. Appreciate it. Pinewood Hills. Hey, you Peter Dreyfus? I said, are you Peter Dreyfus? Who are you? You want an autograph? No offense, but I'm not reading any screenplays. Huh? I mean, you're from the hood, right? You don't want to pick up the guns, because, like, if you pick up the guns, everybody dies. It's tragedy, pathos, tedium. I'm bored. Unless, you know, you're here to copulate. I'm here to what? People. They want to consume me. They always have. To touch the hem, you know, so to speak. And who's to hold that against them? I don't. Well, what time is it? I got a few minutes before my colonic. You know, if you want to suck me off, I wouldn't mind. Motherfucker, do I look like I'm here to suck you off? I don't know what you're here for, chum. You're like some barely credible deus ex machina sent here by random chance in order to challenge my impending divinity. Man, I don't know what the fuck you just said, but guess what? I'm here for this, chum. What's this about? Do you know her? Security!
What's her name? Security, this guy's trying to rape me. Leonore Johnson. It's not what you think. The one who pants you fucked over after you killed her just because you could. How much you want? How much money you want? I got enough motherfucking money, homie. I'm famous. Fuck you. I can do whatever I want. Those are the rules, civilian. Get away from me. I'm an artist. I'm not bound by the petty laws of the masses. I'll paint you all over the streets, you motherfucker. It was Sullivan Richards, not me. Nobody likes a wanker.